Goedemiddag allemaal. We zijn vandaag aangekomen bij René Schuurmans. En die gaat ons vertellen over zijn passie, hobby, kooi. Kom maar mee. We zijn hier. Goedemiddag René. Welkom weer bij Huizen Schuurmans. Ja. Uit de hand gelopen hobby zie je wel. Ja, dat zie ik. Het is een mooi kooivijvertje hier. Ik ben eigenlijk wel krasjegooi-liefhebber. Ja. En krasjegooi, dat is ja, het mooie van krasjegooi vind ik dat ze zo tam zijn. Hè, en ze groeien hard en het zijn ook niet de allermoeilijkste vissen. Sowieso voor een beginner net als ik, want ik doe dit nou ongeveer 3 denk ik. 3 jaar? 3 jaar. En, ik leer elke dag bij. Voeren, ja, dat kan iedereen. En wat het leuke van die krasjegooi is dat ze, ja, je hebt ze in allerlei kleuren. En doodjoe en tam, hè. En René, wat is de voornaamste reden waarvoor je met kooi begonnen bent? De voornaamste reden? Het is eigenlijk een toevalligheid. Ik ben eigenlijk altijd al visliefhebber geweest, want ik ga ook om de boot vissen, op snoek. Dat heb ik altijd al gedaan. Maar op een gegeven moment, ik had dan een zwemvijver en daar had ik ook goudvissen in zitten. En mijn moeder die had een klein vijvertje en die had eens een keer een paar koois gekregen. Maar die groeide de pan uit en ik zette ze bij mij erin en ik was verkocht. Dus met goudvissen ben ik gestopt en nou ben ik hiermee bezig. Dus eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ja, eigenlijk wel. Dat ben ik. Eigenlijk wel. En ja, het geeft ook een hoop rust vind ik. En ik vind het kijken ernaar en het voeren en het verzorgen. Je hebt natuurlijk een hele hoop best wel werk, tenminste met dit. Tegenwoordig heb je het trommelveldsysteem, moet er bijna niks meer aan te doen. Maar met dit systeem moet je toch nog wel wat bezig zijn, dus dat vind ik ook leuk. Ik ben in mijn tuin bezig, ik ben hiermee bezig, ik kijk naar de vijver, ik kijk naar mijn duiven. Hoe mooi kan het zijn? Ja? Ja? Toch? Ja. Nou, ik zie dat de visjes eigenlijk al bijna handtam zijn. En, kan je eens wat meer vertellen over de kooi zelf? Over de groeipotentie of over wat... dat is bij elke vis verschillend, hè, de groeipotentie. Als je nou bijvoorbeeld dit visje hebt, dat groeit niet super hard. Dat is wel een heel mooi visje. Dat is wel een mooi visje, toch? Ja. Deze groeit ook niet super hard, maar... een hele mooie vis. Bijvoorbeeld die chagooi die je hier hebt zwemmen, die zie je gewoon, elke deze, die zie je gewoon groeien. Dat is echt niet normaal. Dus daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. He, want als je bijvoorbeeld, ik heb hier dan een bakje met, hier zitten 12 klein erin. Die heb ik hier onder de orga's zitten met een neerlichtje. Dat is eigenlijk voor de reiger bij kant. Die groeien nou op het moment ook heel hard. Die zijn maar hier in Sawa. Zo is wel denk ik een grote kweker. Die kweekt heel grote vissen. Dus hier ben ik ook klein mee. Daar vind ik nou het leuke van, deze hobby ook. Hier in de vijver. Normaal gesproken, kooivijvers, is het lastig om planten te houden. Ja. Daar heb ik een voefje voor gevonden. Dat heeft me wel best wel wat levens gekost. Want in het voorjaar, als die planten gaan groeien, dan komen er hele kleine groene scheutjes op. En die koois die hebben die heel erg graag. Dus ik heb hier eigenlijk, in het voorjaar maak ik hier een ding in, een rek. Met horgaas, biegaas, totdat die planten best wel zo groot zijn. En dan ben ik kaai in geworden, dus die blussen. Dan kan ik het trek wegpakken en dan, ja, dan krijg je dit. En die blaadjes zijn natuurlijk niet zo mooi als in de vijver wordt in kooi zwemmen. Maar ik krijg wel de bloemen en zo erin. En, ja, ik ben toch wel een combinatie zo van vissen en toch nog een stukje natuur. Daar ben ik wel voor van. Dat is ook mooi. Ja, ik vind het allemaal mooi te zien. En we zijn er eigenlijk goed naar de zin. Want ze zitten hier tussen die stenen ook de hele dag te fruiten. En dan hebben ze wat te doen. Ja, kooi zijn echte bodemvroeters. Ja. Alles wat ze maar kunnen pakken aan beestjes en dan eten ze allemaal op. Zeker. Dus normaal gesproken eten ze de plant ook op. Maar bij mij niet. Tot nu toe niet. Maar ik denk dat dat komt dat ze goed voelen. Op 17 september hebben we onze jaarlijkse kooiveiling. Zoals de jaren ervoor doen we dit jaar ook weer een donatie aan een goed doel. En René draagt natuurlijk een steentje aan bij. Hallo, ik ben René Schuurmans en de opbrengst van deze blouse en mijn Splix.nieuwe cd Goud gaat geheel naar Linda Foundation. René, bedankt voor de koffie en voor de klets. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie hier een keer langs zijn komen. Ik hoop dat ik een hele hoop mensen enthousiast kan maken voor de kooi-hobby. Ja. Dat is de bedoeling, hè? Ja. En, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Tot de volgende keer. Doei, doei. Hoi.